Hallo, vandaag brengen we de DJI Osmo Action 3 in beeld. Dat is een compacte actiecamera die de concurrentie moet aangaan met de GoPro Hero. Die is heel stevig gebouwd, onder andere dankzij heel stevig glas op de camera en op de schermpjes. Maar ook met deze extra behuizing die je kan losmaken om hem eruit te halen. En daarmee kun je onder water, dus op de fiets is dat al helemaal geen probleem qua waterdichtheid. We kregen er van DJI meteen het fietspack bij. Dat is dit borstmontagestuk, gaan we maar noemen. Daarmee zie je er een beetje uit als iemand die een BH draagt, wat wel voor vreemde blikken kan zorgen. En dan deze stuurhouder. Met die twee onderdelen kan je eigenlijk heel wat beelden schieten of van op de fiets. En het belangrijkste daarbij is de beeldstabilisatie. Die kun je instellen natuurlijk, er zijn verschillende gradaties, maar die is eigenlijk gewoonweg subliem. Zelfs op kasseien merk je gewoon dat de beelden heel vlak blijven, heel weinig trilling tonen. Je verliest een heel klein beetje aan scherpte, aan detail in het beeld als je inzoomt, maar dat is nu niet meteen een heel groot probleem voor beelden die je waarschijnlijk vooral gebruikt op social media. Zoals je hier kan zien, gebruikt DJI eigenlijk dezelfde bevestiging standaard zoals die van GoPro. Dat is natuurlijk een slimme beslissing, want er zijn veel mensen die al de accessoires hebben, de bevestigingsaccessoires, en dan moet je die niet meer opnieuw kopen. Als je die wel nodig hebt, dan is dit trouwens een heel goede steun, zolang je die heel stevig aandraait, anders zou je wel eens durven een klein beetje bewegen. Dit werkt dan weer rechtstreeks op de camera. En je klikt er hem op vast. Je haalt er hem weer af door hier deze dingetjes in te drukken en eraf te halen van de magnetische steuntjes. De bediening is eigenlijk heel eenvoudig van op de fiets. Hier zet je hem op en hiermee begin je op te nemen. Wil je iets aanpassen, wil je bijvoorbeeld van foto naar video gaan, dan kun je via het scherm werken. Zowel voor als achter biedt het touchscreens. Dat werkt natuurlijk het beste zonder lange handschoenen. Als je winterhandschoenen draagt is dat al heel moeilijk, want het zijn kleine schermpjes. Maar als je gewoon zomerhandschoenen draagt kun je die heel gemakkelijk bedienen. Je kan ermee de resolutie aanpassen. Je kunt opnemen tot in 4K. Dus qua detail zit je zeker al goed om op groot scherm te brengen. Je kan kiezen tussen breed beeld. Er zijn allerlei andere opties, zoals vertraagd opnemen. Dus iedereen die een beetje ambitie heeft, kan er serieus mee uit de voeten met deze camera. Om te concluderen, met zijn €359 is deze DJI heel concurrentieel. Hij biedt heel veel mogelijkheden. De beeldstabilisatie is subliem. Het enige dat je moet doen is een extra geheugenkaartje erbij kopen. Dat zit er namelijk niet bij, maar daarna kun je alles doen wat je wil. Met de fietsaccessoires kun je zowel verticaal als horizontaal opnemen. Handig voor social media opnieuw. En ze zijn trouwens heel stevig, die accessoires. Ten slotte de beeldkwaliteit, die is goed. Niet uitstekend zoals bij de topklasse, maar de prijs is er dan ook naar. En de kleuren zijn heel erg mooi.